Omdat vanwege de corona 30-jarig jubileum van de Bieneke Bolders niet kon doorgaan, werd nu het 32-jarig bestaan van de school gevierd. En dat met een heuse circusvoorstelling voor en door de leerlingen. De jongste kinderen startten de show, die wel heel erg slaperig begon. Dan zijn de diabolo's en de draaiende borden aan de beurt. Hoogtepunt in het programma waren natuurlijk de wilde beesten. In een echt circusprogramma mag de trapeze-act
natuurlijk niet ontbreken. Wat denkt u van de menselijke piramide? Samen.